U weet dat ik gesproken heb over de omstandigheid dat ik u zo'n merkwaardig fenomeen vond. Hè? Als ik u op de televisie zag. Een man die nogal kinderlijk en nogal naïef... U vraagt hoe ik dat verklaar? Ja. Drie redenen. Op de eerste plaats, ik ben voor mezelf overtuigd christen, en dat steek ik ook niet onder stoel of bank, hè. Dat is tegenwoordig niet meer in om daar sterk vooruit te komen. Op de tweede plaats, als ik in de politiek wat werk, ben ik erg tegen polarisatie, het is op de man spelen. Ik zal over mijn politieke tegenstanders als Den Uyl en Wiegel, toch niet gauw ertoe komen om een kwaaie ding over hen te zeggen. Hmm. En op de derde plaats, ja, ik heb ook een beetje, met anderen samen, jaren al gewerkt aan het CDA. Daar hebben maar weinig mensen in geloofd en iedereen zei, die Steenkamp is gek, dat is een dromer, die zit achter iets aan, dat CDA dat komt toch nooit tot stand. Wel, je hebt een soort imago opgebouwd dat je doelen nastreeft die er toch niet zullen komen. En nou, dat CDA is er dus wel gekomen, mede dankzij het werk van erg velen, maar dat heb ik ook een klein beetje aan meegewerkt. En daardoor heb je de indruk, ja, gewekt op mensen dat je altijd met kinderlijke dingen bezig bent. En ja, ik zeg nog eens een keer, dat is niet in om natuurlijk voor christelijke levensovertuiging maar uit te komen. Hè. Die is wat ontzuiling en deconfessionalisering. Is dat een beetje dwaas? En nou, als nou in een verloop van tijd je toch op bepaalde punten toch wellicht op het juiste pad bent gebleken te zijn. Nou ja, dan gaat dat misschien ook een beetje over. Dat gevoel heeft u duidelijk, hè, dat u op het juiste pad bent. Ja, want ik zeg altijd, anders zou ik er niet op zitten. Hè? Als iemand zegt, vindt u dat de CDA de juiste weg in de Nederlandse politiek? Dan zeg ik, ja natuurlijk, want anders zou ik bij een andere politieke partij zitten. Ik ben er vast van overtuigd dat de christelijke levensovertuiging, dat het inderdaad, voor mezelf, ik wil niemand erna spreken die iets anders heeft, voor mezelf er vast van overtuigd dat het de beste weg is. En inderdaad, dat Christus aan het begin en het eind van je leven staat, ja. Dat hoop ik ook van harte. Dat je dat ook eenmaal zal ervaren. Daar geloof ik in. En dat houdt men ook inderdaad op de been, ja. U praat met een grote mate van zekerheid. Hè? Bekruipt u nooit een gevoel van twijfel over wat u vindt en wat u zegt? Ik bedoel, hoe weet u dingen zo zeker? Nou, mag ik het onderscheiden? Graag. Als u zegt gevoel van twijfel, dat bekruipt me nooit als het gaat over mijn geloofsovertuiging. In de zin van dat ik vind dat het juiste uitgangspunt is voor mezelf. Ik zeg dat niet bij andere mensen. Ik probeer er ook niemand mee te veroordelen. Ik ben ervan overtuigd dat de weg die een aantal mensen gaan, die ik ook gaan, vanuit die christelijke levensovertuiging, dat je één keer in de wereld geschapen bent en talent hebt gekregen. Je hebt allemaal cadeau gekregen, je hebt niks zelf. Je hebt talenten cadeau gekregen, daar moet je mee woekeren. En later één keer, daar ben ik vast van overtuigd, later wordt je één keer gevraagd, en Steenkamp, wat heb jij met die talenten gedaan? Daar moet je verantwoording van afleggen. Ik wil niet zeggen, ik heb er niks mee gedaan. Nee, je moet verantwoording afleggen wat je van die talenten gedaan hebt. En dan zul je terugkomen bij degene die je gemaakt heeft. Hè? Dus ik zeg nog eens een keer, ik geloof erin dat God staat aan het begin en het einde van je leven. Daar geloof ik in. U merkt waarschijnlijk ook aan mij dat ik daar echt van overtuigd ben. Die overtuiging heb je natuurlijk in de politiek veel minder, in de zin van dat die oplossing precies de juiste zou zijn. Oh, er is geen sprake van. Als daar wetsontwerpen liggen over de VAD of over de ondernemingsraden, dan zeg ik helemaal niet dat het wetsontwerp wat nou door het kabinet is ingediend precies de juiste oplossing is. Maar het is dikwijls de best haalbare oplossing of de beste oplossing op dit ogenblik. Daarvoor moet je met elkaar werken en elkaar proberen te vinden. En ik vind het dus wat betreft de twijfel, ik hoop dat ik duidelijk ben, een verschil tussen je geloofsovertuiging, je uitgangspunt, dat staat voor mij onherroepelijk vast. En de manier waarop je dat in de politiek vertaalt. Er zijn ook talloze christenen bij de Partij van de Arbeid, de PPR, met de VVD. Hè, uit mensen, voor zover ik dat maar over mag beoordelen. Nou, die zijn wellicht veel beter christen zijn dan ik, ja. Laat ik dat eventjes zeggen. Maar alleen die mensen hebben een andere weg in de politiek gekozen. Nou, mag het. Hè? Maar dan vind ik wel dat mensen uit het CDA, en daar ben ik er nou één van, dat die ook hun eigen weg mogen gaan. Ik vind dat je die verdraagzaamheid in zo'n land samen moet opbrengen en proberen elkaar te vinden in de politiek om gerechtigheid te bedrijven. Daar gaat het natuurlijk wel om. Hè? Dat moet je tot stand brengen. Ja. Ik heb de indruk dat u zich toch met enig welbehagen in die politiek ophoudt. Hè? Wat is daar nou zo aardig aan? Nou, het is dikwijls heel niet aardig. Het is dikwijls heel niet aardig. Ik begrijp goed als de heer Van Acht wel eens kritiek erop heeft, die is Van Acht. Maar, je hebt er een opdracht. Hè? Ja, het is misschien, u zegt misschien dat het aardig bij mij overkomt. Het is waarschijnlijk toch dat ik er zo van doordrongen ben. Hè? Dat is dat ik daar, dat betogen van mij, dat is, ja, bij u komt het waarschijnlijk aardig over. Het is zo niet bedoeld. Maar het is,
dat ik er enthousiast voor ben. Dat ik daar inderdaad door bewogen ben. Dat komt waarschijnlijk op u over. Ik geloof erin. Je moet er wat aan doen, wat we net hebben gezegd. Je moet wat aan die ontwikkelingssamenwerking, aan de gerechtigheid doen. En doordat ik daar zelf zo in geloof dat het noodzakelijk is, ja, lukt het me misschien een beetje op u over te brengen alsof ik daar nou van smul. Of ik dat nou geweldig leuk vind. Nou, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Het is dikwijls toch wel een moeten. Moeten, nee, gewoon de plicht om het te doen. Ik zit soms ook liever thuis om heerlijk boeken te lezen, wat ik fantastisch fijn vind. Dat heb ik liever dan dikwijls vergadering met het CDA bij te wonen of zo, hè. En om allerlei oplossingen te proberen te vinden. Maar ik vind dat je dat moet doen. Ik vind dat iedereen een stukje van zijn vrije tijd beschikbaar moet stellen voor de publieke zaken, voor het algemeen belang. En ik heb al eens tegen een krant gezegd, als ik met studenten praat, dan zeg ik altijd tegen mijn studenten, het interesseert me als hoogleraar, niet als voorzitter van het CDA, maar als hoogleraar volstrekt niet op welke partij of je stemt, maar ik vind wel dat je aan politiek moet doen. Maar niet, ik praat niet over welke politieke partij, maar je moet wel de talenten die je gekregen hebt, moet je geven aan de publieke zaak. En we moeten we allemaal toe bereid zijn om een stukje van datgene wat we kunnen doen bij te dragen aan de politiek. Ja. Dus het is bij mij weer een kwestie dat ik er inderdaad bewogen over kan praten, omdat het mij erg diep raakt en dat raakt het mijn hele leven al. Hele leven al, ja. U heeft zelf gesproken over, excuseer, over een opleving van christelijke waarden die je alom waar kunt nemen in Europa. Is dat ook een van de redenen dat het CDA van de grond is gekomen, omdat het tijdsgevrichtenaar is? De laatste decennia heeft er natuurlijk een sterke ontkerkelijking plaatsgevonden. De kerken zijn leeggelopen. Reformatorische kerken en ook katholieke kerken zijn leeggelopen. Men is zich wat gaan afzetten tegen het instituut kerk. Wat ouderwets dikwijls geworden, wat in zichzelf gesloten, te weinig aandacht toch voor de samenleving daarbuiten, te weinig snel, zeker de katholieke kerk, snel aangepast. Wel, die ontkerkelijking, dat leeglopen uit de kerken, dat is niet hetzelfde als ontchristelijking. Het is niet waar, zeg ik zo dikwijls, dat mensen die niet meer naar de kerk gaan, dat die ook geen christenen meer zouden zijn. Ik ken talloze mensen die nu niet meer naar de kerk gaan, hè, niet meer zoals katholieken, dan moest je zondags altijd naar de kerk, die ook zondags niet meer naar de kerk gaan, maar die uitdrukkelijk uit christelijke waarden leven. Oh, zeker. Je kent talloze mensen. En het gevaar dreigt dus gewoon dat we in het verleden, de laatste jaren, het kind met het badwater hebben willen weggooien. En dat we hebben gezegd, nou ja, goed, die kerken is afgelopen en is het christendom ook afgelopen. En dat is niet waar. Ik ben ervan overtuigd dat in deze tijd, hè, in deze tijd, om nou een paar begrippen te noemen, van Solzhenitsyn, van Watergate, hou op, hè, van Vietnam, vreselijk, van toch de voortdurende dreiging van milieurampen, de voortdurende dreiging van een atoomoorlog, hè. We kunnen het allemaal vergeten, maar het is toch voortdurend een ontzettend labiel evenwicht tussen Oost en West, hè, rond atoombewapening. De vrees dat je toch tekort schiet tegenover de straatarme landen in de zuidelijke helft van de wereld. En dat je toch moet zeggen, die welvaart die we hebben, dat kan haast niet. Maar daar kom ik weer terug op straks, als ik nou niet meer op terugkomen. Nou, die punten nou, hè, waarin wij dus nu verkeren, die scheppen zo'n grote onzekerheid bij de mensen, dat er opnieuw het gaan is naar zekere waarden. Ja, ik druk het misschien wat ongelukkig uit. De mensen zijn helemaal niet zekerder geworden. Ja, sociale zekerheid, geweldig. Geweldig sociale zekerheid. En gelukkig een groot stelsel hebben met elkaar gemaakt. Maar er zijn toch nog zoveel nieuwe onzekere factoren bijgekomen. Ik vergeet natuurlijk toch nog de werkeloosheid even. Hè? Je zal nu maar kinderen hebben die studeren en niet meer kunnen werken. Of kinderen die van de lagere school afkomen en niet in de fabrieken kunnen worden geplaatst. Dat hadden de mensen uit hun gedachten weggeschoven. Hè? De werkeloosheid. Ik zeg het al zo. Toen je vroeger als kleine jongen hoorde over het einde van de wereld. Hè? Dat hoorde je dan altijd, hè? Als katholiek, als christen. Over het einde van de wereld. En dan zei je altijd in jezelf op school, tegen de juffrouw of tegen de pater, hoe kan dat nou het einde van de wereld? Hoe kan er ooit de hele wereld vergaan? Nou, dat is nu geen punt meer. Wij weten nu met onszelf heel goed dat er maar iets hoeft te gebeuren en de hele aarde is verdwenen. Hè? De mensen leven, naar mijn mening, latent, hè, veel meer met deze angst, die geweldige angst voor een aantal punten die ik u zojuist noemde, dan eigenlijk in de laatste decennia het geval is. En nu zie je dat ze dus niet zozeer teruggaan naar de kerken, maar dat ze wel teruggaan naar christelijke waarden, naar diepere bronnen,
En zeg, het kan toch niet zijn dat je hier voor niks op aarde loopt? Er zal toch een bestemming in je leven zijn? De studenten, merk ik het heel sterk, zeggen opnieuw, wat is de bestemming van mijn leven? Waarom ben ik eigenlijk hier? Dan gaan ze helemaal niet in de kerk anders hoor. Zo is het niet. Dat zeggen studenten. Ja, dat hoor ik heel sterk. Dikwijls dat studenten, we hebben ook wel eens naar college gehoord, naar mij komen. En zei, gelooft u nou werkelijk hè, dat er een God is in dit leven? Gelooft u dat er een leven na de dood is? Ik denk, dat vragen ze dan buiten de college, want dat speelt nu op mijn college niet. En ik geloof dat je dus, dat je dat herstel van dat, dat herstel is natuurlijk niet goed. Nee, dat is niet goed. Dat je, dat zoeken, dus nee, het is geen herstel, dat het zoeken naar die waarde er opnieuw is. En dat dat, we hebben over het CDA, dat dat mede van betekenis kan zijn bij het uitdragen van datgene wat je in de politiek beweegt. En nou ja, die diepere levensovertuiging die een rol speelt. Ja. Ja, ja. Kijk, als jij rijk bent en welvarend bent, en dat zijn natuurlijk alle Nederlanders bijna, relatief gezien vergeleken met de arme landen, ja, hier kom ik steeds op terug, hè. Als je dat nou alleen moet doen om een ander te helpen, dan zijn er ook zoveel mensen die zeggen, ben je gek? Maar ik geniet van het leven. Waarom zou ik? Ik ben nou een keer rijk. Vele arbeiders, mensen die een hele leven lang slecht hebben gehad, en die hebben nu eindelijk eens een keer het wat beter gekregen. Waarom zou ik dat doen? En als je ze dan weet aan te spreken op de diepere levenswaarde van verantwoordelijkheid voor de naaste, de gerechtigheid, de solidariteit met de zwakken in de samenleving. Als je dat weet aan te spreken, en ik heb het al eerder tegen u gezegd, ik geloof daarin dat je dat kunt, als je inderdaad dat put uit de Bijbel en uit het evangelie, dan sluit je aan, naar mijn mening, bij een tendens die ook in onze tijd leeft. Ook bij vele jonge mensen leeft, ja. Vind ik opmerkelijk. Ja. Wat een theologiserend volk zijn wij, hè. Wij komen steeds weer op theologie terug. Ja. Ja, u bent een predikant, hè, wat dat betreft. Waarschijnlijk best, ja. Dat zal waarschijnlijk wel zo zijn, ja. Ja, ja, dat is nou waarom je natuurlijk naïef overkomt, hè. Uw eerste vraag. Ik zeg, een man die zulke dingen vertelt, die is toch niet meer normaal? Dat is een man die buiten de wereld staat, dat is een kinderlijke man. Hè? Die zulke verhalen vertelt over Christus en over het evangelie en zo. Nou ja, dat is een vreemdeling hè, in de wereld. Dat is u heeft iets van iemand die de blijde boodschap verkondigt. Ja, evangelie betekent ook blijde boodschap. Ja, vandaar dat ik het zeg. Ja, dat was nou heel goed. Het evangelie betekent blijde boodschap. Oh, daar sta je voor. Daar sta je voor. Veel belangrijker dan, om een paar honderd gulden meer of minder te verdienen, hoor. Ja, ik kan makkelijk praten. Maar, dat brengen van die blijde boodschap aan de mensen en zeggen, we moeten de mentaliteit van de mensen veranderen. Hè? De mentaliteit, je moet verantwoordelijk zijn voor je medemens en je moet dan ook de maatschappij veranderen. Hè? Je kunt natuurlijk niet alleen rondgaan en te preken en zeggen, jongens, je moet het anders doen. Hè? Nee, dan moet de kerk moet het ook doen. Nee, de politieke partijen moeten dan ook zeggen dat er de samenleving moet veranderen, dat instituties moeten veranderen. Waarom heeft u mij eigenlijk een taartje beloofd als dit gesprek niet zou doorgaan? Nou, u weet wat ik u gezegd heb. Ik heb gezegd, de VPRO, die is uit op de dood van het CDA en op zijn politieke moordenaars, als het gaat over Van Achten en over Steenkamp, de voorzitter van het CDA. Daar heb ik dus erg voor geaarzeld om met jullie in zee te gaan. Want ik hoor natuurlijk die uitzending van de VPRO, nou dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk, vooral de radio. En als je ziet de persoonlijke aanvallen die daar worden gedaan op Dries van Acht. Ik heb er natuurlijk veel minder last van, want ik sta in de luwte, want hij is onze lijsttrekker. En op het CDA, nou, dan moet je gewoon zeggen, dat kan gewoon niet. Hè? Dat kan je gewoon niet. Ik zou het ook fout vinden als u dat tegen Den Uyl zou doen, of tegen Wiegel zou doen. Ik vind dat dat niet kan. Nou, ik weet dus dat jullie anti-CDA zijn. Maar goed, we zullen kijken hoe het loopt donderdag aan. Is dat nu een aardige man, meneer van Acht? Ja, dat is een hele aardige man, maar men verkijkt zich op hem. Men verkijkt zich op hem. Maar, in welk opzicht? Nou, het is een erg aardige man. Hè, in de manier van optreden, van met mensen opgaan. Maar de mensen denken dat het een zakje marsepein is. Een zakje marsepein is. Dat het een Biedermeijerboeketje is, weet u? Nou, daar hebben ze goed misrekend. Het is een hele harde man. Ik heb laatst tegen mensen gezegd, Van Acht, ik ken hem vrij goed. Dat is een brok beton met bloemen en groen eroverheen. Hij is een hele harde man, hele harde man. En als die voor een zaak staat, nou, ik zou iets vertellen, dan kan je met 1000 uilenkrachten komen en met ik weet niet wat, om hem proberen daarvan af te krijgen. En hij, ook in het kabinet, dat komt natuurlijk toch nooit naar buiten, heb ik de stellige indruk, mag ik het daarbij houden, de indruk, dat hij in het kabinet heel zwaar tegenspel heeft gegeven, als dat noodzakelijk was,
tegen de socialisten, tegen de Partij van de Arbeid en vooral tegen de minister-president in het kabinet. Daar heb ik de stellige indruk van. Hij is dus een hele harde man, maar hij komt over als een erg vriendelijke, aardige man. Dus dikwijls... heb je marsepein. Ja, en dan komt hij dikwijls over als een wat zachte man, dus wel aardige. Nou ja, wat is dat? Die staat er hulpeloos en hij kent zijn zaken niet. Weet je wat, toen na dat mentendebat, zoals dat allemaal gezegd werd. Hij heeft dat nu veel beter gelukkig gedaan. Maar hij komt inderdaad over bij veel mensen. Ik weet dat, nou ja, wat is die man betekent? Niks zeggen ze, dat is een aardige man, een intelligente man. Maar dat is geen leidersfiguur. Voorzichtig. Voorzichtig. Het is, hij weet precies wat hij wil vannacht. Hij weet precies. Van trots in u over. Ja, nou ja, het is een goede vriend van mij. Laten we dat even staan. En ik hopelijk van hem ook. Hij heeft u ooit zijn politieke heiland genoemd, hè? Dat weet ik, ja. Ja. Dat ziet u als een compliment? Dat zie ik uit zijn mond als een compliment. Dat betekent niet dat je natuurlijk altijd op precies dezelfde lijn zit. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Maar ja, ik heb vannacht het eerst leren kennen in 70 of zoiets. 69, toen we dat kernprogramma voor de KVP maakten. In dat klooster in Hezen. Dus de kerstmis en nieuwjaar, ik meen dat 69 was, dan heb ik hem voor het eerst ontmoet. En ja, zoals dat gaat, was zeker meteen een zekere, ja. Affiniteit. Ja, dat is het woord, ja. En zeker, want het is natuurlijk wat ingewikkeld woord, maar zeker toch geestverwantschap tussen ons beiden. Die is er ook altijd wel gebleven. En ik had de indruk, ik heb de indruk dat Van Acht zegt het politieke heiland, hij kan het altijd zo prachtig zeggen, heeft een prachtig taalgebruik, daar kan ik nooit even op. En dat eigenlijk hieruit voortkomt dat hij het sterk eens was met de koers die ik persoonlijk wilde. Hè. Dat wil zeggen een vooruitstrevende koers, gevoed vanuit een christelijke levensovertuiging, waar we nou net in het voorgaande waar het een en ander over hebben gezegd. Niet in een bezeten radicalisme de hele maatschappij omver willen smijten, maar wel natuurlijk toch vooruit gaan, wijzigingen aanbrengen in de samenleving. En daar hebben wij elkaar altijd sterk in herkend, ja. Ja, ja, ja. Het is ook de man van wie u zegt dat u zich het meest emotioneel met hem verbonden voelt, hè? Ja. 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 Ik zit even te denken of dat ook beperkingen heeft. Nee, want al te boute uitspraken natuurlijk, daar moet je voorzichtig mee zijn, want emotionele verbondenheid kan natuurlijk ook beperkingen met zich meebrengen. Ik bedoel dit te zeggen. Ik wil het niet geen. Het lijkt een beetje mysterieus wat ik nou ga zeggen. Maar ja, als ik mijn mond hou, dan moet er wel wat zijn. Zult u wel denken. Ja, je kunt op bepaalde terreinen natuurlijk wel eens een ander standpunt innemen. Dat, ik zou de indruk willen wegnemen. Die bijvoorbeeld door Vrij Nederland sterk gevoed wordt met dat dagboek van Van Acht. Alsof Van Acht en ik alles met elkaar overleg of zo. Er is geen sprake van. Er is geen sprake van. Er is hele tijd dat we elkaar helemaal niet spreken. En, dat is geen sprake van dat we alles met elkaar zouden overleggen. Nee, 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 nee. Nee. Wat u nou net... Vergeet u niet, Hardeman. Daar kunnen ze nog goed klaar mee zijn, hoor. Nee, ik kom er nog eens een keer op terug. Ik zit nog eens even terug te denken. Het lijkt uiterlijk zo zacht. Hoe zachtaardig dat was dat straks, hè? Dat lijkt het uiterlijk. Nou, kijk goed uit, hoor. Kijk goed uit met hem. Tjongejonge. Ja, u zegt het op een toon alsof een hele steen een bovenmeester... binnenkort kunnen verwachten. Nou, ik zeg nog, je bent niet klaar met hem. Hij weet verrekt goed wat hij wil. Wat hij in zijn kop heeft, zeggen we wel eens, nou, dat kreeg je er niet makkelijk uit, hoor. En hij staat voor zijn zaak, hè. Hij staat voor zijn zaak als hij zich er goed inwerkt. Ja, die mentenzaak, dit is toen ongelukkig gelopen, omdat hij net terugkwam uit Roemenië. Maar, en dan is hij, dan staat hij toch voor zijn zaak. Is die, als hij ergens diep van overtuigd is, dan krijg je hem zo niet omver. Daar zal denk ik Joop den Uyl wel een paar verhalen over kunnen houden, maar dat doet hij natuurlijk niet. Dat past hem niet. Er zijn mensen die zeggen, eigenlijk zou de Partij van de Arbeid met de VVD samen moeten gaan. Dus de partijen die zich baseren op verstandelijkheid, zodat de mensen die zich baseren op het geloof uitgesloten worden. Oh. Nou... voor de goede orde. Voor de goede orde. Het is niet waar dat mensen bij de Partij van de Arbeid en de VVD zich niet zouden baseren op het geloof. Er zijn bij de Partij van de Arbeid en de VVD, ik heb dat al eerder gezegd, overtuigde christenen. Dat wil ik uitdrukkelijk zeggen, overtuigde christenen. Dit even voor de, sorry, ik wil ze beide graag in bescherming nemen. He?
Wel, als de Partij van de Arbeid en de VVD elkaar zouden vinden op een aantal punten, dan is het natuurlijk heel goed mogelijk dat het CDA aan de oppositie gaat. Oh ja, zeker. En dat is heel lang niet gebeurd. Hè. Sinds het begin van deze eeuw zitten christendemocraten al in kabinetten. Dat zou interessant zijn, want dan zouden christendemocraten ook in de oppositie de kans krijgen om eens te kijken hoe anderen het doen. Want christendemocraten dragen, zoals ik zeg, al 80 jaar lang regeringsverantwoordelijkheid. Dat kunnen we nog van de VVD en nog van de Partij van de Arbeid zeggen. En als de Partij van de Arbeid zo doorgaat, is er bij hen weer gauw afgelopen, hè? Met die dwaze resolutie. Nou, je zou het ook wel eens een ander willen laten doen. Alleen, ik zie op het ogenblik het niet voor mogelijk dat de Partij van de Arbeid en de VVD elkaar vinden. Ja, alleen op het gebied van de abortus. Ja, je kan toch het land niet alleen regeren met een abortuswetgeving. Er zijn nog een paar andere dingen aan de orde. Daar hebben ze elkaar geweldig in gevonden. Hè? Prachtig. Hè? Nou, daar staan we dus haaks op hun beide. Maar er zijn vele andere terreinen. Ik heb een aantal terreinen nu net genoemd. Waar de Partij van de Arbeid en de VVD een volstrekt andere oplossing hebben voor de maatschappelijke problemen. En ze zijn veroordeeld, die heren, kennelijk, die dames. En wel vervelend voor hun, maar kennelijk veroordeeld om toch met het CDA een regering te vormen. En want omdat ze bijna niet samen willen, wil je een meerderheid in dit land vormen. En ik vind dat je in principe meerderheidskabinetten moet hebben. Ik ben erg tegen minderheidskabinetten. Twee van de drie grote groeperingen elkaar vinden, constructieve groeperingen. Want nu, dat kan in principe de VVD, CDA of Partij van de Arbeid, CDA zijn. Dat is in principe mogelijk. Dat zijn alle drie constructieve groeperingen, vind ik. Ja, ook de VVD vind ik uitdrukkelijk hoor. Al dat afgeven op de VVD, dat vind ik volstrekt onzin. Die hebben ook hele constructieve mensen, een hele constructieve gedachten. Ja. Dat zal na 26 mei wel opnieuw bekeken worden. De Partij van de Arbeid heeft er in ieder geval een belangrijke bijdrage toe geleverd door de resolutie in te dienen. Ja. Ja, u ziet er hoe hoog mij dat zit. Ja. Ja, dat zit mij erg hoog. Momenteel is weer boven komen dobberen. De gedachte van het reveil. Er wordt zelfs gesproken over het derde reveil. De term ethisch reveil is geïntroduceerd. Heeft het CDA iets van doen met het reveil, naar uw gevoel? Om Den Uyl Wim Kan, dat paar, te citeren, zou ik zeggen, blij dat u die vraag stelt. Voor de goede orde. Het CDA heeft bij mijn weten, maar ik weet natuurlijk ook niet alles. Nee. Ook bij het CDA weet ik niet alles, want er wordt wel eens wat gezegd door vooraanstaande mensen, het CDA, topmensen of publicatie, die ik ook niet allemaal zie, waar ik ook gelukkig niet altijd de verantwoordelijkheid voor draag. Maar bij mijn weten heeft het CDA als zodanig, Van Acht en andere mensen, hebben officieel CDA nooit gezegd wat het ethisch reveil is of dat wij met het ethisch reveil in zee wilden gaan. Van Acht heeft, dat was in een gesprek met Alice Oppenheim voor Elsevier's Magazine, hè? In Elsevier's Magazine heeft Alice Oppenheim hem ook gevraagd, wat bedoelt u met dat geestelijke reveil? En toen heeft Van Acht, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd hoor, dat is zo'n tijd geleden, heeft gezegd, nee, ik bedoel dat mensen zich dienstbaar kunnen maken, ook zonder geld, zonder dat je ervoor betaald wordt, in ziekenhuizen, bij bejaarden, hè, in gezinsomstandigheden, moeilijke gezinsomstandigheden van andere mensen. Dus Van Acht heeft ook toen al gezegd, hey, jongens, dit heeft er helemaal niks mee te maken, dit is helemaal niet wat ik bedoeld heb. Ik heb de indruk dat u persoonlijk de neiging heeft om de associatie, of de parallellen, of hoe je dat verder ook noemen wilt, met het reveil, zoals we dat gekend hebben, zoals het in Nederland geweest is, of nog sterker met een ethisch reveil, dat u de neiging heeft om dat enigszins van u af te duwen. Het is ook op het congres van het CDA is het ook niet één keer genoemd. Hè? Terwijl bijvoorbeeld een senator van de CAU, professor Van Hulst, oh ja, dat met zichtbaar genoegen omvaamt. Oh. Nou, het is maar de vraag welke etiket erop plakt. Er zijn natuurlijk mensen die nog sterk geschiedkundig denken. Dat doet Van Hulst. Die denkt, hè, is een groot kenner ook van de geschiedenis. Die sterk geschiedkundig denken en die daar een soort parallel trekken met een herlevingsbeweging uit de vorige eeuw. Ik heb persoonlijk de overtuiging, de zekerheid kan ik niet zeggen, maar de overtuiging dat er bij Van Acht niet het geval is. Ik denk, maar ik kan niet anders een gedachte raden van Van Acht. U kent hem toch goed? Ja, maar dit weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, ik heb er nauwelijks ooit met hem over gesproken. Het zou toch een hele belangrijke issue dreigt te worden, hè? Ja.
maar zoveel spreek ik hem ook weer niet. Maar ik heb de indruk dat bij Van Agten het gebruik van het woord reveille, want hij heeft het inderdaad gebruikt, ja, dat het niets te maken heeft met de beweging uit de vorige eeuw. Maar het woord heeft een heel apart taalgebruik, een erg mooi taalgebruik. En dat hij het woord reveille gewoon heeft gebruikt als een, als wat wakker worden, als je opnieuw bezinnen op de waarde. Mensen vragen mij wel eens een keer, meneer Steenkamp, als u nou heel kort moet samenvatten wat het CDA wil. Dat vragen ze mij wel eens een keer. Hè? Laatst op een vergadering ook, dan was een mevrouw die zei, kun u nou eens in één zin samenvatten wat het CDA wil en wat u ook beweegt in de politiek. Hè? Toen zei ik, nou mevrouw, in één zin, dat is voor mij heel wat hoor, om het in één zin te doen. Toen heb ik even nagedacht voor mezelf en toen ben ik later toch teruggekomen in die zaal. En toen zei ik, nou mevrouw, ik moet toch terug naar dat woord waar ik straks ook aan u verteld heb van die profeet Micha. Hè? Wat de Heer vraagt is recht doen. Nou, ik vind het eigenlijk zo. En dat is dan de diepste wat vele, maar in ieder geval wat mij beweegt in de politiek. Het is de opdracht om recht te doen. Recht te doen, dichtbij en veraf, voor je medemens. Omdat je medemens de beelddrager van God is. En als ik het dan wat profaner mag zeggen, voor mensen die daar niet door bewogen worden door het feit dat de medemens de beelddrager van God is, als wat profaner zou mogen zeggen. Nou, als ze op vergaderingen komen en ze vragen of er een soort lied moet worden gespeeld, zoals bij de Rode Haan toen in de tijd. Wat is een lied wat jou nou het meeste pakt? Dat is Wie Shall Overcome. Dat kan ik, dat beweegt mij, dat doet me wat, dat lied. Hè? Die hoop van die ontrechte mensen, hè? Van die negers. Die hoop op verlossing waar wij hun moeten helpen. Nou, dat Wie Shall Overcome, dat heeft als het ware voor wat meer profaan gesproken. Maakt dat duidelijk wat in ieder geval wat mij ook beweegt om op te komen voor de mensen die in verdrukking zitten. En waarvoor je eigenlijk alles moet over hebben. Eigenlijk alles moet over hebben. Want ja, dat is jouw verantwoordelijkheid. En dat is je verantwoordelijkheid en waarna je later gevraagd zal worden. Dat is een hele zware opdracht. Maar het is toch een mooie opdracht hoor, om dat te mogen doen. Nou, daarom probeer het wel vol te houden.